Waar ik van droom, dat is ja, natuurlijk ja, toch een medaille te kunnen beroven. En ja, ik zal proberen mijn best te doen voor een medaille te veroveren. Nico Verheil, nee, dat is mijn coach, dat is een vertrouwenspersoon. Als er een probleem is, kan ik het hem ook zeggen van dat gaat niet zo goed, dat gaat niet zo goed. Die babbelt dan met mij en die zegt van nee, die tactiek moet zo, die techniek beter zo. Florian is momenteel heel goed bezig, is nu sinds dit jaar ook de nummer 1 van de wereld geworden, is Europees kampioen geworden. En natuurlijk is hij een van onze grote hoops op medaille in Rio. Ik denk dat hij een beetje constanter moet worden. Hij is nog vrij wisselvallig. En vooral aan zijn opslag kan nog wel wat gewerkt worden. En dichter bij tafel. Dat is iets wat we erop proberen maanden in te pompen. Dat hij dicht bij zijn tafel moet blijven. Dat begint nu stil aan te werken. En als hij dat gaat doen, dan zal hij er niet ver af zijn.